tot je beschikking hebt. Maar voor de rest zijn ze goed verlopen. We hebben kunnen doen datgene wat we wilden doen. De jongens zijn enthousiast. De sfeer is goed, dus wat dat betreft ben ik tevreden. Wat is de gedachte achter uw approach naar deze game toe? Want u heeft niet alle spelers tot uw beschikking. Hoe gaat u starten? Nou, ik wilde in eerste instantie alle spelers leren kennen vanuit de vorige situatie. Doordat een heleboel spelers nog verplichtingen hebben bij een club, hebben we gezegd van oké, laten we ze niet opeisen, maar laten we ze gewoon bij een club laten. Het is een samenwerking met clubs en met bonden. Daardoor kunnen we de lokale spelers kunnen we ook bekijken en zien en kunnen zij zich ook laten tonen op dit niveau. Dus al bij al goede omstandigheden om spelers te zien. Is er enige druk op u om u weten dat Surinamers succes willen zien? Ze hebben Nacho heel lang niet in actie gezien. Dit is het eerste moment. Hoe belangrijk is het om winst uit het geheel te halen? Nou, ik praat niet over druk hoor. Ik praat meer over verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid neem je. En het enige wat je kan doen is alles doen wat in je macht is. En ik wil winnen. Suriname wil winnen. De spelers willen winnen. En daar gaan we alles voor doen. Maar soms lukt het niet. Of soms door omstandigheden gaat het niet. Maar je kan ervan uitgaan dat wij gaan spelen om te winnen. Ja. Dus dan hoef je niet over druk te praten, over verantwoordelijkheid. Gaat u zoveel als mogelijk spelers in laten vallen? Nou, wat ik al zei, je wil winnen. Dus als het kan, dan gaan wij zoveel mogelijk spelers minuten geven. Maar als het niet nodig is, of als het nodig is om met het elftal te blijven spelen, ja, dan ga ik zo blijven spelen. Want wij willen winnen. Hoe voelt het aan? Ga naar deze wedstrijd als bondscoach van Suriname. Ja, weet je, je hebt hier altijd van gedroomd en op gehoopt en nu is het zover. Als het moment daar is, het eerste fluitsignaal, dan is het moment klaar. En daarna is het gewoon eigenlijk over, want dan is het gewoon voetballen en de rest gaat gewoon door. Iedereen is fit? Ja, op dit moment alle spelers die ik tot mijn beschikking heb zijn fit. Dus iedereen kan vandaag ook gewoon goed trainen. Ik hoop dat er niks gebeurt. Ook qua, ja, je weet natuurlijk wat er allemaal op dit moment speelt qua COVID. Ja, dat iedereen fit en gezond blijft. En dan gaan we met deze ploeg gaan we deze twee wedstrijden spelen. Informatie heeft u al op papier? Papier in mijn hoofd, ja. Die wilt u zeker weten. Nee. Ik heb wel een idee hoe we gaan spelen. Maar nogmaals, je blijft afhankelijk van de situatie. Je wilt niet spelers onnodig belasten of overbelasten. Maar zoals het er nu uitziet, dan ziet het er goed uit. Er mag geen publiek zijn. Als u nog wat wil zeggen tegen het Surinaams volk dat kijkt, dan heeft u de gelegenheid. Ja, weet je, ik vind het zelf ook jammer dat er geen publiek is. Maar dat zijn de regels. Dus En in het voetballen en het leven moet je regels volgen. Gelukkig is er een ander medium dat ze van beelden kan voorzien. En ik hoop dat ze daar op dit moment mee tevreden zijn. Wij zullen van onze kant proberen het beste ervan te maken. Goed voetbal te laten zien en vooral te winnen. Dank je, succes. Dank je wel.